Dwarrel riet, volg de windstroom, dwarrel niet. Te midden chaos en verdriet, de vlaag bepaalt het dwarrel lied. Is dit riet niet ook gemaakt om te doorstaan? De harde kracht die met de druk zich raast over dit laag gebied? Mijn bovenste die dwarrelt en voelt zich hier zo goed al maanden niet. De lichtstraal en het water, ze zijn zo lief voor ons. De bries niet even goed voor beiden. De weg terug, een houten weg naar het einde. Als we moeten en niet kunnen, schiet altijd de hulp uw beste vriend. Het dwarrelriet is vandaag de mijne. Meetsysteem is raar, elektronisch, poëtisch en zou het nog meer zijn? Dansbaar? Had ik dat al gezegd? Meetsysteem is wel een beetje samengekomen met dat ik veel ging dichten. Dichten was wel een manier om gewoon gevoelens eruit te kunnen gooien zonder dat je per se je computer erbij moet hebben. En dat je onderweg bent, kan je gewoon even een gedicht schrijven over als je in een bepaald gevoel zit. Dan schrijf je toch wel vaak gewoon echt dingen van je af. Ik weet niet waarom, maar het lukt me niet zo goed om over andere dingen te dichten dan de natuur. Er is iets aan de natuur waardoor ik dat dan graag wil opvangen en vertalen. En uiteindelijk vertaalt dat zich dan weer daarna naar meetsysteem. En op een gegeven moment begon ik Nederlandstalige hip-hop heel erg te waarderen. Jongens als Ronnie Flex en de manier waarop hij met taal omgaat was voor mij een soort van heel inspirerend. Dat je dat gewoon op zo'n lukrake manier. En op hetzelfde moment leerde ik eigenlijk ook Spinvis kennen. En ik denk dat die twee me samen wel tot een soort van openbaring hebben gebracht van ik kan gewoon een beetje als mezelf mompelen op een track zonder enige filtering. Het fijne is dat het ligt gewoon gelijk heel dicht tegen mezelf aan. Dus ik hoef gewoon weinig te doen om het persoonlijk te maken. Ik werk niet echt vanuit een overtuiging. Ik werk gewoon vanuit gevoel en intuïtie en wat goed voelt. En daarom is het denk ik dus zo belangrijk dat ik mezelf op het goede pad heb en op een goede plek heb. Omdat als ik dat dus niet ben en ik werk zo vanuit gevoel en vanuit intuïtie, dan komt er dus ook iets lelijks uit. En dat vind ik, dat was gewoon heel belangrijk uiteindelijk voor mij te stellen.